Musea Werelduniversiteit organiseert samen met meer dan 50 musea kindercolleges voor nieuwsgierige kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Echte wetenschappers, onderzoekers en experts geven antwoord op spannende vragen. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is een college over bij de MJU. We gaan nu naar zo'n college kijken. Ik ben Feline Hermans, ik ben universitair hoofddocent op de Universiteit Leiden en dan doe ik onderzoek naar hoe kinderen leren programmeren. Ik ben wetenschapper en dat betekent dat ik de helft van de tijd lesgeef aan kinderen, maar wel aan iets oudere kinderen van boven de 18. En de andere helft van de tijd doe ik wetenschappelijk onderzoek, dus dat betekent dat ik nieuwe dingen uitvind. En bij wetenschappelijk onderzoek denk ik misschien aan proefjes doen in het lab en zo. Dat doen ook sommige mensen, maar ik doe proefjes met kinderen, dus ik probeer uit te rekenen hoe we kinderen het beste leren programmeren. Maar denken jullie dan ook dat je dat kan leren in de tijd die we vandaag hebben? Nee. Ja. Ik denk dat als we een goede uitleg krijgen. Is er al iemand hier die al kan programmeren? Ik heb het wel op school gedaan. Ik heb het een keer op een kinderfeest gedaan. Dat is echt heel lang geleden. Maar ja, ik had het ook op school gedaan. En toen moest je iets laten bewegen. En ook een keer bij een kinderfeest. En toen moest ik een robotje programmeren en hoe jij moest gaan lopen. Als eerste ben ik eigenlijk wel heel benieuwd wat jullie al weten of denken over programmeren. Ik zie hier, programmeren is iets maken. Zeker programmeren is iets maken, dat klopt helemaal. Want je kunt met programmeren heel veel verschillende dingen maken. Ik hoorde hier al robots, of het had iemand geschreven, heel vaak denken kinderen. Fortnite. Bij programmeren denken ze een beetje aan spelletjes maken, een soort Fortnite bijvoorbeeld. Aan robots besturen. Maar je kan met programmeren nog veel meer verschillende dingen maken. Dus wat je hier ziet is het programmeren in Scratch. Zo ziet Scratch eruit. Je hebt hier alle blokjes waar je mee kan programmeren. Dan heb je hier het poppetje wat je gaat besturen. En hier in het midden heb je de blokjes die zeggen hoe dat het potloodje bestuurd moet worden. Nou gaan we het een beetje spannend maken. Want alleen maar zo vooruit is natuurlijk niet zo heel erg spannend. We gaan omdraaien. Dus kijk, let maar eens op als ik die op die 90 graden klik. Kijk maar naar het potloodje, dan zie je dat hij een kwartslag draait iedere keer. Wat zou er nou gebeuren als ik 4 keer op de spijker... Niks zeggen, hè? Niks zeggen. Pak je pen, pak je velletje. Schrijf het figuurtje op wat jullie denken dat er komt als ik 4 keer op de spatie zou doen. Nou, we gaan het gewoon eventjes doen. Ik zie er een aantal die het goed hebben. Let op, hè. Komt-ie. 1 keer. Dus een streepje. En nou heb ik een kwartslag gedraaid. En nu gaat hij die kant op tekenen, want hij staat nou met zijn neusje die kant op. Kijk, 2, 3, 4. Een vierkantje. En er waren een aantal van jullie, misschien wel de ervaren scratchers, die dat dus inderdaad gezien hebben. 1, 2, 3, 4. Volgende puzzel voor jullie. Let op. Ik heb nu dit vierkantje staan. Ik ga niks uitwissen. Ik ga dit veranderen in 50. Wat wordt het figuurtje, als ik nu weer 4 keer op de spatiebodem doe, niks zeggen, teken op je velletje. Dit vierkantje blijft staan. Ik ga nu weer 4 keer op de spatie duwen. Let op, we beginnen weer hier. Die eerste 50 gaat zo. Want we beginnen vanuit hetzelfde beginnetje. Sommige kinderen hadden het goed. Gaat die 50. En dan draait hij weer rond. En dan nou zie je de rest denk ik wel voor je. 1, 2, 3. Dan krijg je dus een groter vierkantje. Want je begint op hetzelfde punt. Hop, 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 hop. Dan ga ik nog even iets kort vertellen over hoe dat je moet leren programmeren. Wat jullie nu gezien hebben, als het goed is, is dat we best wel veel hebben geoefend. Ik heb jullie heel veel puzzeltjes laten maken, heel veel meedenken. En dat is bij programmeren heel erg belangrijk. Bij programmeren zeggen we vaak tegen kinderen, oh, probeer het maar een beetje uit, dan ontdek je het vanzelf wel. Maar dat is eigenlijk niet zo'n hele goede strategie. En denk maar aan taal en rekenen. Hoe hebben jullie vroeger letters geleerd toen jullie in groep 3 zaten? Niet dat de juf zei, nou hier is een woordenboek. En zoek zelf die woordjes even op. Ik zit achter in de klas een kopje thee te drinken. Een letterlijn. Een letterlijn? Heb je heel veel geoefend. Hoeveel keer heb je de letter A moeten schrijven? Misschien wel 100 keer, misschien wel 1000 keer. Dus als je nou denkt, ik wil heel graag leren programmeren. Dit soort kleine puzzeltjes heel vaak oefenen, werkt eigenlijk heel erg goed. En dan zag ik, dat was heel gaaf, ik zag het ook eigenlijk bij jullie gebeuren. In het begin was het nog een beetje moeilijk om te weten hoe het werkte. Maar die laatste driehoekenpuzzel, die had ze eigenlijk iedereen goed. Heel leuk. Ik vond het ook super leuk. En als ik thuis ben, ga ik denk ook meteen op de site kijken. Ik vond het super leerzaam. En ik vond het ook leuk om te doen.
En ik vond vooral dat programmeren vond ik heel leuk. En wat is dan het leukste wat je vandaag hebt geleerd? Hoe je dat allemaal kan doen en hoe je zeg maar trailers of trailers en spellen en achtergrond in elkaar maakt. Dat vind ik wel heel cool om te doen. Ik wist niet van dat toen we dat deden, werd er niet uitgelegd over die 90 graden en dat. En dat vond ik wel leuk dat ik het nu wel weet. Vond je het leuk? Schrijf je in op www.museumjeugduniversiteit.nl en haal je diploma.